In verband met interlandvoetbal oefende Jong PSV in plaats van het spelen van een competitiewedstrijd. En de tegenstander was het Duitse Bayer Leverkusen. Dat hier meteen de bal inlevert bij Jurgen Locadia. Die bedient Stef Nijland. En hij rondt heel beheerst af. 1-0 voor PSV. In een interessante oefenwedstrijd. Waarin we bekende namen zien zoals Locadia, Nijland. Maar ook Peter van Ooyen en Zanka speelden mee met Jong PSV in het team van Marco Roelofsen. Dan de Duitsers. Geen buitenspel. En dan is het Koor die de stand gelijk trekt. Nadat Nigel Bertrams, die na 8 maanden blessure leed zijn entree maakte, goed redt. Maar niet opgewassen is tegen de rebound. 1-1 in een aantrekkelijke openingsfase. Waarin het op en neer ging en beide ploegen in evenwicht waren. Dit is Aydin, die bereikt aan de rechterkant met Tsitsis. Gaat om van Beers heen, heel makkelijk. Maar weer een prima redding van Nigel Bertrams, dit keer met de voet. Behoorlijk wat publiek voor een dinsdagmiddag op de hertgang. En Stef Nijland aan de bal. Gianluca Maria gaat diep, maar de bal gaat naar Locadia. Uitgeweken naar de linkerkant. Nijland vraagt terug, krijgt en denkt en doet een stift. En dat had ietsje sneller gemoeten volgens hemzelf. Leverkusen dan weer. Met Koor aan de linkerkant helemaal vrij. Kan zomaar doorlopen. Zanka komt te laat. Maar Bertrams is alert. Met de handen in 2 keer dat wel. Maar de complimenten van Zanka ziet ook Dick Advocaat. 1-1 is de ruststand. En Bakali is in de ploeg gekomen aan de linkerkant. Ontfutselt dan de bal. En kruipt en sluipt door naar het doel. Wil uithalen, maar de bal komt dan bij Elvio van Overbeek, die andere invaller. En die moet natuurlijk scoren. Maar laat dat na en dus krijgt Leverkusen aan de andere kant de kans. Karkbo op de knieën van Bertrams. En zo is de tweede helft een kopie van de eerste. En gaat het spel vlug op en neer. Bakali weer. Nijland. Bakali laat lopen. En Nijland met de punt. Maar de voeten van doelman Volborn brengen redding. Ernst Faber, John de Jong. Allemaal komen ze even kijken hoe het bij de belofte ervoor staat. Bakali. Zeer actief en dreigend. Goede overstap van Nijland. De kaats van Locadia. Maar Nijland krijgt hem niet achter de Duitse keeper. Zo heeft hij toch al wel wat mogelijkheden gehad. Om zijn score op te voeren en PSV op voorsprong te zetten. Overtreding op Locadia. Vrije trap op een aantrekkelijke positie. En als de muur dan goed staat, geeft Nijland het tikje. En is uiteindelijk Jakos Vukovic de man die de vrije trap gaat nemen. En die bal van richting verandert gaat op de lat. Locadia en de rebound gaat liggen. En krijgt, dat horen we aan het fluitje, een strafschop. Koor tikt Locadia aan. Die gaat gretig naar de grond en wil hem zelf nemen. Hard en hoog via de lat over richting Eindhoven Centrum. En dus blijft het 1-1. Maar PSV zoekt verder de aanval. Via Vukovic en de hoge bal richting Locadia die er niet aankomt. Maar Van Overbeek jaagt goed door. PSV dus snel weer een balbezit. Schouw naar Bakali. Aan de linkerkant naar binnen. En dan de uithaal. Die gaat maar net naast. Goeie actie. Dat is een prima invalbeurt van Zakaria Bakali. Aan de andere kant dan weer Bayer Leverkusen. Komt de bal bij Fernandes. Met Vukovic voor zich. Zoekt de combinatie met Aydin. Maar Aydin gaat zelf en scoort. De sterke centrale middenvelder. Loopt weg bij Cardes. Zanka uit positie gespeeld en Bertrams kansloos. 2-1 voor Bayer Leverkusen. Dit is opnieuw Fernandes. Die mag opnieuw gaan lopen en uithalen. Maar dit keer redt Nigel Bertrams.
Bayer Leverkusen staat in de competitie op de 16e plaats in de regionale Liga West. Net iets boven het belofte team van Borussia Mönchengladbach en Fortuna Düsseldorf. Het beleeft hier een interessante middag. En dat geldt natuurlijk ook voor PSV. Dat hier weer in de achtervolging gaat via invaller Van Beers. De lange voorzet wordt tot hoekschop verwerkt. En met nog ruim 10 minuten is er nog van alles mogelijk. Nijland met de corner wordt weggewerkt. Kasper Van Beers haalt uit en Vukovic staat daar en verandert de bal al dan niet in buitenspelpositie van richting. Het is op de beelden niet te zien. De Duitsers appelleren voor buitenspel massaal, maar hij gooit de vlag niet omhoog. En zo is het dus gelijk. En komt Bayer Leverkusen weer via Marzullo, maar weer Bertrams. Die toch terug mag kijken, ondanks die tegendoelpunten, op een prima rentree. Dan lijkt PSV hier moeiteloos uit te verdedigen en een aanval te kunnen opzetten. Maar Van Overbeek verspeelt hier heel eenvoudig de bal aan Carlinhos, de rechtsachter. Die mag zomaar doorlopen tot het strafschopgebied en uithalen. En vlak voor tijd zet hij Bayer Leverkusen opnieuw op voorsprong. Slordig balverlies, veel mensen voor de bal en PSV op achterstand. Dan in de laatste minuut, vrije trap Nijland, Vukovic en Bentancourt onder de bal door. En zo blijft het 3-2 en verliest PSV dus van Bayer Leverkusen.